Boek Zaken doen en Suriname en het Openbaar Ministerie. En Van den Berg voor de Nederlandse rechter. 8 ton cocaïne uit Suriname onderschept in Spanje. En president Santokki heeft zijn steun toegezegd aan het Matawai-gebied. Goeiedag. Dit is Revenieuws TV Suriname van 13 februari 2024. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. Het Openbaar Ministerie geeft aan dat er geen opdracht is gegeven om kopers van het boek Corruptie op het hoogste niveau, Zaken doen in Suriname, op te sporen. Dit verklaren ze in het persbericht dat gisteren is uitgebracht. Er is ook geen opdracht gegeven om de journalist Erwin Wist aan te houden of om uit te zetten, aldus het OM. Wist zelf bracht eerder naar buiten dat hij van overtuigd is dat het justitieel interventieteam hem wil oppakken en uitzetten. Hij baseert zich daarbij op bronnen bij de regering. Er is veel te doen over het door Gerard van den Berg uitgebrachte boek Corruptie op het hoogste niveau, Zaken doen in Suriname. Naar verluidt is het justitieel interventieteam, het JIT, een onderzoek begonnen naar klachten over onder andere belediging, smaad en laster van president Santokki. Enkele personen die het boek als geschenk hebben ontvangen zijn opgeroepen om gehoord te worden over hun relatie met de schrijver. En ook is hen gevraagd het boek vrijwillig af te staan. 1 persoon heeft dat ook gedaan. En ondertussen hebben we vernomen dat de schrijver van het boek, Gerard van den Berg, is gedagvaard op last van president Santokki. Een rechtszaak dient woensdag 21 februari om 10 uur. Het kort geding wordt behandeld bij de rechtbank in Rotterdam. Geëist wordt dat Van den Berg zijn boek uit de handel haalt en waar mogelijk de al uitgegeven exemplaren ook weer terug laat sturen. Spaanse autoriteiten hebben 8 ton cocaïne uit Suriname onderschept in de Zuid-Spaanse stad Algeciras. De drugs waren verstopt in een namaakstroomgenerator, zo melden Spaanse media. Bij de onderschepping zijn 3 mensen gearresteerd. Het is een van de grootste cocaïnevangsten ooit in Spanje. De smokkelaars wilden de drugs zo vervoeren dat ze minder snel betrapt zouden worden. Van Suriname werden de drugs via Panama naar Algeciras vervoerd. De drugs hadden eigenlijk naar Lexius in Portugal door moeten gaan om vervolgens over land naar Spanje te worden gebracht. De hoeveelheid cocaïne bevond zich in een metalen structuur die was ontworpen zodat scanners het niet konden zien. De douaneagenten ontdekten echter een grote hoeveelheid gestapelde goederen die de container vulden. Dus besloten ze deze open te maken. President Santokki heeft zijn steun toegezegd aan het Matawai-gebied, zo meldt ABC. Het staatshoofd heeft bezoek gehad van Leslie Valentijn, groot opperhoofd der Matuariërs. De dignitaris heeft daarbij om ondersteuning gevraagd voor de bewoners van het Matawai-gebied. De ontmoeting vond plaats op het kabinet van de president. Het gaat om structurele problemen op het gebied van drinkwatervoorziening en de toevoer van elektriciteit. Er is ook gesproken over de slechte staat van de wegen naar het gebied en het ontbreken van een motor voor de schoolboot. En daarnaast bevindt de residentie van de Grand Mang zich in slechte staat en moet deze opgeknapt worden. Via de parastatale bedrijven en de presidentiële werkgroep Ontwikkeling Matawai-gebied zullen projecten worden uitgevoerd die verbeteringen gaan uitvoeren. Wegen worden aangepakt, duikers worden ter beschikking gesteld om de ergste plekken gedurende de regentijd te verhelpen en de drinkwaterput van Pusukrunu wordt weer operationeel gemaakt. Voor de uitvoering van de werkzaamheden moet worden gewacht op goedkeuring van de Raad der Ministers. En voor de defecte schoolboot wordt een nieuwe motor verwacht. Verder zal er met het Nationaal Vervoersbedrijf, het NVB, gewerkt worden met het structureel oplossen van de problemen met de busverbindingen. En tot zover Regionieuws TV Suriname. Wilt u dagelijks op de hoogte blijven? Download onze app en nieuws melden kan aan suriname@regionieuws.tv. En als u via YouTube kijkt en spreekt het nieuws u aan, like ons en vergeet niet u te abonneren. Dank voor uw aandacht en blijf vooral gezond.